Een hele goede avond en welkom. Dit is Editie NL. Van vrijdag 13 maart. Dit moet het weekend gaan worden van Max Verstappen. De zoon van Formule 1-coureur Jos Verstappen maakt zijn debuut in de Grand Prix van Melbourne. En de verwachtingen zijn hoog gespannen omdat hij barst van het talent. Ja, maar hij is een talent van pas 17 jaar waar alle ogen op zijn gericht. Dus moet de druk gigantisch zijn. En het is niet voor het eerst dat een jonge sporter de hoge verwachtingen niet kan waarmaken. Rechtop. Goed zo. Ze is nu 18, maar sinds haar 8e al doet Nederlands kampioen op de meerkamp Lisa Top er alles aan om haar achternaam eer aan te doen. Je doet dit natuurlijk omdat je graag wil winnen. En je steekt er natuurlijk niet voor niets zoveel uren in. En dan wil je ook het beste uit jezelf halen en natuurlijk gewoon winnen. En ook op jonge leeftijd levert dat stress en druk op. Ik probeer mezelf zo rustig mogelijk te houden. En door gewoon op het moment dat het moet me vooral te focussen. En tussendoor gewoon te ontspannen en wat afleiding te zoeken bij de andere meiden. Je moet de situaties opzoeken die ze spannend vinden. Dus je moet situaties zoeken die zo spannend zijn dat je daar dus onder druk moet presteren. En dus niet ontkennen dat iets spannend kan zijn? Nee, je moet daar gewoon vol voor gaan. En net als Lisa hebben alle jonge topsporters te maken met druk. Maar wat Max Verstappen zondag te wachten staat, is ongekend. Hij wordt de jongste Formule 1-coureur ooit, treedt in de voetsporen van een beroemde vader, een miljoenenpubliek gaat hem beoordelen en als hij op topsnelheid een foutje maakt, dan kan dat fatale gevolgen hebben. Ik kan me wel voorstellen dat hij iemand inschakelt om erbij te helpen. Want eigenlijk is dit te veel. Dit kun je niet handelen als jongen van 17. Er zijn genoeg voorbeelden van talenten die een gouden toekomst werd voorspeld, maar het niet helemaal konden waarmaken. Tennister Michaela Krajicek kwam niet zo ver als gedacht. Wielrenner Thomas Dekker kon de doping niet weerstaan. En voetballer Royston Drenthe kreeg de verkeerde vrienden en bezweek ook onder de druk. Ja, dat is het voorbeeld eigenlijk van hoe je het niet moet doen. En wat er allemaal bij komt kijken, behalve talent, om echt te kunnen slagen in de topsport. Maar toch, zonder druk kan een topsporter ook weer niet. Ik denk op balk dat ik soms wel iets heb van, oké, je mag wel iets minder druk, maar vooral op vloer en sprong kan ik het heel goed omzetten in positieve energie. Zondag moet blijken of Verstappen dat ook kan bij zijn debuut in de Formule 1. En dit was Editie NL van vrijdag 13 maart, vrijdag de 13e. Volg ons naar de uitzending op Facebook en Twitter en straks RTL Boulevard. En daar zijn Carlo en Irene te gast over een nieuwe tv-kantine. En Nicole Buug zit daar ook, heb ik even heel snel gezien. Klopt dat? Ja, volgens mij. En maandag 6:15, dan zijn wij er weer. Heel graag tot dan en een fijn weekend. Dag. Prettig weekend, dag.